de Vasco. Hoe activeer je de boostfunctie en hoe wijzig je optioneel de maximale boostduur en temperatuur? De boostfunctie kan op elk moment ingeschakeld worden, ongeacht in welke gebruiksmodus de regeling zich bevindt. Bij een eerste maal drukken op de boostknop activeert u deze. Gedurende de eerste minuut kan u de werkingstijd van de boostfunctie naar wens wijzigen door middel van het drukken op de plus en min met intervallen van 5 minuten. En met een bepaalde maximale boostduur. Deze staat standaard ingesteld op 60 minuten. Uw wijziging wordt bewaard en zal toegepast worden bij alle volgende activaties van de boostfunctie. Wanneer u na de eerste minuut de werkingstijd zou wijzigen, is deze tijd enkel geldig voor de huidige periode en niet voor alle volgende activaties. De boostfunctie kan stoppen als de omgevingstemperatuur in de buurt komt van de maximale boosttemperatuur tijdens het aftellen van de timer. De maximale boosttemperatuur staat standaard ingesteld op 35 graden Celsius. De regeling zal stoppen, maar de boostfunctie blijft nog geactiveerd tot de tijd op nul staat. Wanneer je voor een tweede maal op de boostknop zou drukken, dan stopt de boostfunctie en keert de regeling terug naar zijn eerder geactiveerde modus en wordt de ingestelde temperatuur teruggetoond. De maximale boostduur en boosttemperatuur kan je optioneel wijzigen in de gebruikersinstellingen. Om toegang te krijgen tot deze instellingen druk je gedurende 5 seconden op de knop Mode. Dit kan vanuit eender welke gebruiksmodus. Bij het verschijnen van de tijdsinstelling druk je 2 maal op de Mode-knop, tot je user ziet staan op het display. Vervolgens klik je 6 maal kort op OK, om zo bij de instelling van de maximale boostduur te komen. De maximale boostduur kan je wijzigen door middel van te drukken op de plus en min. De duur kan je wijzigen naar 30, 60 of 90 minuten. Om door te gaan naar de maximale boosttemperatuurinstelling, druk je 1 maal op OK. De maximale boosttemperatuur staat standaard op 35 graden Celsius ingesteld en kan gewijzigd worden tussen 25 graden Celsius en 39 graden Celsius. En dit in stappen van 1 graden Celsius. Om de instellingen te bevestigen en het instellingsmenu te verlaten, druk je 2 maal op de knop Mode.